Karnak en Luxor. Waar vroeger de stad Thebe lag, bevinden zich nu twee grote tempelcomplexen. De indrukwekkende bouwwerken zijn rijkelijk versierd en vertellen de geschiedenis van het Nieuwe Rijk. Het hoogtepunt van de pracht en praal van het tijdperk van de farao's. Obelisken werden waarschijnlijk met mankracht over modderbanen voortgetrokken en vervolgens op sloepen geladen die op maat waren gemaakt. Op het bouwterrein werden ze dan opgericht. Waarschijnlijk werden de obelisken op grote zandhopen gehesen en liet men ze vrijwel verticaal langzaam op hun sokkel glijden door het zand onderaan geleidelijk weg te graven. De obelisk werd vervolgens met touwen rechtgetrokken. Thank you.